Goed, de interlandperiode ligt achter ons. Steven Berghuis, Vermeer niet gespeeld. Kukcu wel, Tapia wel. Maar misschien is de opvallendste nieuwe international wel Luis Sinisterra. Ja, ook gespeeld. Namens Colombia. Ja, wie had dat kunnen denken een jaar geleden. Toen deze speler wat doelloos rondliep bij Feyenoord. Af en toe een paar minuutjes kreeg. Maar ja, toch niet echt. Daar kan je niet echt je stempel drukken natuurlijk op het spel van zo'n elftal. Ja, noodgedwongen is Jaap Stam met hem aan het werk gegaan. En dan blijkt deze speler na een jaar gewend te zijn in Nederland. Toch ineens wel kwaliteiten te hebben die Feyenoord miste. Tapia ingevallen in de eerste helft. Drommel houdt deze bal nog tegen. Maar in de rebound is hij kansloos. Tegen Luis Sinisterra, de Colombiaan. Naast een assist, nu ook een doelpunt. Hij is snel, hij is handig. Hij blijkt ook van alle opties de beste in de spits. Hè. Stam heeft alles geprobeerd bij de afwezigheid van Jurkensen. Maar Sinisterra die vulde dat heel aardig in. Ja, en dan kan het snel gaan. En dan blijkt zo'n speler toch ook interessant voor het Colombiaans elftal. En wat voor Feyenoord niet onbelangrijk is. Hij vertegenwoordigt daarmee natuurlijk ook weer een bepaalde waarde. En dat is wat de club wel kan gebruiken. Hij heeft dit seizoen al 12 wedstrijden gespeeld en bij 5 doelpunten betrokken bij Feyenoord. Ja, dat zijn geweldige cijfers natuurlijk voor hem. Een speler die min of meer al was afgeschreven. Hij werd gehaald, omdat de scouting dat graag wilde. Die hadden wel iets in hem gezien. En toen heeft de toenmalige technisch directeur van Geel gezegd, nou goed, als jullie het dan zo graag willen, dan doen we dat. Dan halen we hem. Hij kostte geloof ik uit mijn hoofd 2 miljoen euro of zo. Ja, dan blijkt het dus voor de club prettig dat zo'n speler ineens blijkt te renderen. En alleen nog maar beter zal worden naarmate die meer speelt. Het is een goede jongen. Ik sprak Stam erover. Die zei, er zijn natuurlijk een hoop aantal Spaanstalige spelers ook bij Feyenoord. Dus dat is voor hem ook makkelijker. Hij voelt zich goed. En ja, het gaat niet goed met Feyenoord, maar uit moeilijke situaties groeit dan toch ook altijd wel iets positiefs. En dat is wel de ontwikkeling van deze speler. Hij is natuurlijk gehaald als buitenspeler, maar nu als spits. Ja, Narsing hebben we ook in de spits zien lopen als buitenspeler. Dat ging natuurlijk niet zo goed. Ja, nee, ja, die moet het ook maar net passen. En Sinisterra die heeft daar wat meer gevoel bij. Hij is redelijk balvast. Wat ik zeg, heb ook snelheid en diepte in zijn spel. Dus ja, voor Feyenoord was het een oplossing in de tijd dat Jurkensen er niet was. Nou ja, die treedt nu weer volop mee. Dus je kunt verwachten dat hij tegen Heracles wel zou gaan spelen. In ieder geval als invaller. En dan moet je kijken wat Stam gaat doen met zijn buitenspelers. Hè. Dan kan hij Sinisterra aan de zijkant zetten. Narsing heeft weer een stap gemaakt in zijn fitheid. En Larsson gaat op en af. Ja, in ieder geval heeft hij wat te kiezen nou voor in. Nou, hoe zit het met de selectie richting zondag, richting Heracles? Nou ja, het is natuurlijk bij Feyenoord, wat ik net zeg, met ups en downs gegaan. Veel spelers niet fit, geblesseerd aan het seizoen begonnen of zonder ritme. Ja, dan kost het altijd tijd om een elftal te formeren. Omdat je niet kan spelen en werken met dezelfde ploeg. Je moet steeds maar kijken wie is er beschikbaar, wie kan ik opstellen. En dat betekent dat je dus met verschillende elftallen komt te spelen. Nou ja, dat lost zich langzaam op. Hè. De spelers worden allemaal fitter. Ik noemde net Narsing al, die echt op de weg terug is. Nou ja, Fer is Feyenoord ook heel voorzichtig mee geweest. Maar die kan ook gewoon weer spelen. Karsdorp heeft natuurlijk stappen gemaakt in zijn ontwikkeling op dat gebied. Dus dat is wat je als trainer wel prettig vindt. En zeker met die interlandperiode die hiervoor lag, heeft Feyenoord natuurlijk wel goed en hard kunnen trainen. Dat is exact wat de club heeft gedaan volgens Stam. Ja, en dan moet het vertaald worden in ieder geval naar een goede prestatie tegen Heracles zondag. Omdat Feyenoord ook wel wat heeft goed te maken natuurlijk. Hè. Na die wanprestatie in Sittard tegen Fortuna. Er moet gereageerd worden. En ook met het oog op de week die komen gaat. Met een belangrijke wedstrijd tegen Young Boys voor de Europa League. Ja, en dan de klassieker in de Cruijff Arena tegen Ajax. Ja, hoe ver is het Feyenoord denk jij nu? Nou ja, wel iets verder, maar nog steeds niet ver genoeg. Kijk, de consequentie van dat alles was, van die spelers die er niet fit waren, of geblesseerd raakten, zoals Toornstra en Jurkensen, Van Beek niet te vergeten, en ga zo maar door, is dat je eigenlijk je voorbereiding een stuk moet doortrekken in de competitie. Ja, en dat gaat dan met wisselvallige resultaten en ook wisselvallig spel. Hè. Feyenoord heeft die fases van wedstrijden heel aardig gespeeld, maar viel daarna heel ver terug dat het zelfs problemen had met clubs zoals Emmen en Fortuna. Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. En dat hoop je te gaan verminderen. Door langere tijd met een 40 groep te werken. Nou ja, dat punt is nu bereikt. En je mag ervan uitgaan, en dat is voor Feyenoord en Stam ook te hopen, dat die vooruitgang er nu ook daadwerkelijk in zit. En dat ze dat ook wat langer vol kunnen houden.